The Art of Thinking Together. Dialogen zijn lang niet zo makkelijk als wij denken. William Isaac schrijft over hoe men al lang niet meer put uit één traditie wanneer het gaat om onze dialoogskills. Sterker nog, onze kennis is gefragmenteerd. Hij stelt twee vormen van denken tegenover elkaar. Thinking alone en thinking together. Bij thinking alone zijn mensen veelal bezig om hun eigen positie of perspectief te verdedigen. Een gesprek moet gewonnen worden, mensen moeten veranderd of gefixt worden. In thinking together is dit niet het geval. Het impliceert dat je je eigen positie niet als finaal beschouwt en door aandachtig te luisteren je een gesprek kan creëren waarin verschillende perspectieven naast elkaar kunnen bestaan. Zo'n dialoog staat centraal binnen de humanistische levensbeschouwing. Dat brengt ons bij Ina Brouwer, een voormalig docent aan de UVH. Zij gaf het vak existentiële biografisch onderzoek en begeleidde daarmee vele studenten in hun persoonsvorming. Want volgens haar zijn zowel wetenschappelijke als professionele kennis gestoeld op persoonlijke verworven, doorleefde kennis en eigen inzicht. Samen met haar begeleiden we samen de filmavonden bij het Humanistisch Verbond in Utrecht. Onze filmavonden starten altijd met een warm welkom voor de bezoekers. Vervolgens wordt de film kort geïntroduceerd en daarna kijken we samen de film van begin tot eind. We nemen even een korte pauze en starten daarna het dialoog. Wat heb je gezien? Wat raakt je? Wat viel je op? En hoe verhoudt het tot jouw wereldbeeld? Omdat de deelnemers zich in dit identificeren met het humanistisch gedachtegoed, wordt ook dat belicht in het dialoog. In deze podcast ga ik in dialoog met Ina over haar interesse en passie voor het existentieel biografisch onderzoek, waarbij filmanalyses een grote rol spelen. Wie is Ina en wat is de rol van filmanalyses in haar eigen leven? Nou, allereerst bedankt dat we jou mogen spreken over je werk en over filmanalyses. En ik had je gevraagd om een voorwerp te kiezen wat representeert voor hoe jij je nu voelt. Hoe ik me nu voel? Ja. Nou, je hebt net die berg op dat logeerbed gezien. Dat zijn de gevoelens die waarvan ik denk van, oh jee, ik ga dat binnenkort eens uitzoeken. Mm-hmm. En allemaal eens keurig ordenen en een heleboel weggooien. Ja. Maar ik heb hier een ander iets liggen. Okay. En ik kan het niet helemaal laten zien, maar toen de coronatijd begon, had ik behoefte om met iets anders bezig te zijn. Wauw. En toen heb ik allemaal van dit soort dingen gemaakt. En, prachtig. Ja. En het wachten is nu dat de winkels open gaan, want dan laat ik het opspannen. Ja. En dan heb ik dus een aantal, wat zijn het? Kunstwerkjes, zeg maar. Kunstwerkjes, ja. En kan je vertellen hoe je het hebt gemaakt? Want ik zie een wit doek met... Ja. Dit is canvas. Oh ja, canvas. Ja, maar ik heb gewoon blokken gebreid. Want in het begin dacht ik van, nou, ik wil lekker gewoon bezig zijn met breien. En even focussen op helemaal niks intellectueels. Ja. En toen ben ik dus aan dat breien begonnen. Maar toen had ik al die blokken. Ja. En toen dacht ik van, ja, wat moet ik er eigenlijk mee? Mm-hmm. En toen kwam iemand op het idee van, goh, maak er steeds een vierkant van. Mm-hmm. Naai ze aan elkaar. Of maak ze aan elkaar. Yeah. En dan kun je ze opspannen. Dan kun je ze ophangen. Yeah. Maar ik heb er heel veel. Ik zie het een hele tas vol. Een hele tas vol. Yeah. Dus er komen een aantal in de gang te hangen. En er komt er één in de kamer te hangen. Yeah. En verder weet ik het niet. Misschien geef ik er wat weg of zo. Okay. Ja, aan mijn zus. Of, dus een heel andere bezigheid dan... filmanalyse. Heel creatief. Ja. En wat maakt dat dit representeert voor hoe jij je nu voelt? Toen ik dit deed, toen, met die coronatijd, was ik, waren veel thuis. En ik had geen zin om de hele tijd met mijn hoofd bezig te zijn. Of met lezen van artikelen. Of, ik had ook zin om iets met mijn handen te doen. En dat had ik al jaren niet gedaan.
Mm-hmm. Dus toen dacht ik, nou, nu is het eigenlijk wel de tijd om dat eens te doen. Ja. Ja. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En nu is het klaar. En nu komen allerlei andere dingen weer. Ja. En dat vind ik ook leuk. Hè? Dus dat ik niet alleen maar met dat handenarbeid bezig ben. Of met het breien bezig ben. En met het mooi maken ervan. Mm-hmm. Maar ja, met andere dingen zoals de film. Filmanalyse, droomgroep. Mm-hmm. De schrijfgroep waar ik dan in zit. Ja, Reading dat is weer allemaal begonnen. En... Ja, ja, dat speelt nu weer een rol. Ja. En dat is ook leuk. Ja. Ja. Dus dit was een vorm van ontspanning, maar ook een soort van even uit het alledaagse? Of even focussen. Even focussen, ja. 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 En ja, ik heb ook een partner die praat veel. En af en toe moest hij gewoon even stoppen, want dan was ik bezig met tellen. En tegelijkertijd, als je met dit soort dingen bezig bent, dan kan je af en toe ook wel eens luisteren natuurlijk. Ja. Als je zelf aan het denken bent, dan is het lastig om naar een ander te luisteren. Mm-hmm. Tenminste, kan wel, maar je moet wel even stoppen af en toe. Dat is wel grappig, want ik maak zelf ook wel eens handarbeid dingetjes. Ja. Bijvoorbeeld borduren of zo. Ja. En wat ik heb tijdens het borduren is dat ik heel erg ga denken over dingen. Ja. Over problemen, maar ook mooie momenten. Ja. Heb jij dat ook? Ja, dat heb ik ook. Dus ja. Als je bezig bent, dan komt er van alles omhoog. Of ja. Je denkt terug aan wat er net gebeurd is. Of je denkt aan anderen, hoe het met ze is. Ja. En ja, hè, dus het is ook een vorm van reflecteren. Ja, reflecteren, ja. Inderdaad. Van meditatie misschien wel. Oh ja, ja. Soms. Ja. Oké. Okay. Ja, dus dit is mijn voorwerp. Ja, mooi. Ja, en verder heb ik ook nagedacht over die vraag. Ik denk, ja, er zijn hier heel veel voorwerpen die allerlei gevoelens oproepen en herinneringen. Ja. En kijk, dat is bijvoorbeeld een zo'n, ik weet niet precies hoe ze dat noemen, iets wat mijn grootmoeder in 1894 gemaakt heeft. Wauw. Ja. Ook een soort van... Ja, een merklab heet dat. Ja. Een? Merklab. Wat is dat precies? Dan moest ik, de meisjes vroeger op school moesten allerlei steken leren. Oh. En dat zijn allemaal verschillende steekjes die ze dan moesten maken. Heel gedetailleerd en ja. Verschillende patronen en kleuren. Ja. En dat heeft ze met de hand moeten doen? Heeft ze allemaal met de hand gedaan, wow. Ja. Heel klein, hè? Ja. Ja. ik zou denken dat het is geprint of zo, maar... Ja. Kijk, en daar hangt dus een schilderij van een vriendin van mij die overleden is. Mm. En die was therapeute. En die werkte met dat nat in nat. Aha. Waar ik het net een aantal van die schilderingen heb laten zien. Ja. En van haar heb ik dat werken met nat in nat geleerd. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, en hier achter me zie je een portret. De nieuwe vriendin van mijn ex, die zat vroeger op het Humanistisch Opleidingsinstituut. Mm-hmm. En die heeft toen geprobeerd uit haar hoofd om Jaap van Praag te schilderen. Oh, oké. Okay. Ik kan het niet zo goed zien, want die lamp staat ervoor. Oh, ja. Hij lijkt niet. Kijk maar. Oh ja, ja. Ja, dat is wel... maar toch knap. Nou, ja. Toch een herinnering. Ja. Nou ja, zo zijn er zoveel voorwerpen hier in huis. Ja. Ja, waar allerlei herinneringen aan vastzitten. Aan mensen en aan gebeurtenissen. Ja. Ja. Ik zie ook hele grote boekenkasten vol met allemaal literatuur. Ja. Is dat van jou? Of is het gedeeltelijk van je man ook? Nee, die heeft zijn eigen kamer vol met boeken. Dit is voor mij. Oké. Okay. En deze boeken hier, die heb ik meegenomen van mijn vader. Hmm. Dat zijn psychologieboeken en filosofieboeken. Hmm. En hij was heel erg geïnteresseerd in filosofie en een heleboel thema's. Mm-hmm. Ik heb zijn psychologie en filosofie meegenomen. En mijn zus die heeft meer de plantkunde, de biologie en de gedichten meegenomen. Oké. Okay. Ja. En wat maakte dat je deze... dit je meer aansprak? Dat hoort bij mij, ja. He, dus ik heb altijd interesse gehad in denken over mensen,
in verschillende vormen van psychotherapie, therapie, mm-hmm. levensbeschouwing, nadenken over datgene wat je verhouden tot wat grote denkers gezegd hebben. Mm-hmm. En daar verder zelf over nadenken. Mm-hmm. Dus ja, dat is interessant. Ja, dat kan ik ook wel terugzien in de teksten die ik van jou heb gelezen. Ja. Psychologische kant, filosofische kant. En dus dat heb je een beetje van je vader zo meegekregen. Ja, in ieder geval is datgene wat ik van meegenomen heb, dat is gewekt thuis. Mm-hmm. Toen ik boeken ging lezen van hem over dit soort onderwerpen. Mm-hmm. Ja. En spraken jullie daar samen ook over? Of was het meer van ieder zo zijn eigen... Mijn vader die was geen prater. Nee. Niet veel gesproken. Jammer. Mm-hmm. Maar ik heb niet veel met hem gesproken. Trouwens, ik ben nu 77 jaar. Mm-hmm. En hij was in 1900 geboren. Dus dat is, hij was 43 toen ik geboren werd. Oké. Okay. En het was zijn tweede huwelijk. En hij werkte altijd, hij werkte als verpleger in de psychiatrie. Mm. En hij was op Urk geboren, dus hij had eigenlijk willen studeren. Maar de stap van Urk naar in 1918 ongeveer, naar de universiteit, dat was een gigantische stap, dat ging helemaal niet. Yeah. Dus hij is toen opgeleid als verpleger in de psychiatrie en heeft toen allerlei boeken verzameld. Ons huis stond voor en net zo vol als hier. Ah, ja. En dus hij zat altijd te lezen en hij heeft zichzelf bijgeschoold, zeg maar. Okay. En hij nam altijd boeken voor ons mee, dus we waren van jongs af aan al met het boek vertrouwd. Ja, dan snap ik het wel zo. Psychiatrie, heb je ook veel te maken met psychische problemen, maar ook ontwikkeling waarschijnlijk. Ja. Ja. En dat het zo in jullie huis en leven is gekomen. Ja. Ja, dus ik zat eigenlijk toen ik een jaar of 13, 14 was, mm-hmm. Zat ik eigenlijk al op zolder vaak met een boek van Jung. Niet dat ik alles snapte, maar dat vond ik ontzettend interessant om daar iets over te lezen. Ja. Ja. En dat is wel een mooi bruggetje naar de filmavonden die je begeleidt. Ja. Want Jung heeft het ook heel erg over archetypes en het onderbewuste. Ja. Kan je me vertellen wat maakt dat je ten eerste betrokken bent bij de filmavonden en ook wat jouw focus is tijdens de filmavonden van het Humanistisch Verbond? Ja, mijn betrokkenheid bij de filmavonden. Ik ben ze gestart, dus ze waren er nog niet. Mm-hmm. En ik ben ze gestart omdat ik op de UvH al bezig was met het vak existentieel biografisch onderzoek. Mm-hmm. En een onderdeel van dat existentieel biografisch onderzoek is dat je een tekst neemt die je aanspreekt en waar je fragment uit haalt wat je raakt. Mm-hmm. En toen dacht ik van als je een boek hebt waarmee je dat kan doen, dan kan je dat ook met een film doen. Mm-hmm. Dus toen heb ik dat speelde. En dat was in de jaren 90 en toen was het feminisme heel erg bezig om nieuwe theorieën te ontwikkelen. Mm-hmm. En een van die theorieën was de mannelijke blik, de male gaze. Mm-hmm. En dat betekende dus dat men onderzocht hoe er gefilmd werd en op welke manier mannen en vrouwen in beeld werd gebracht. En er waren allerlei analyses over. Okay. En dat bij elkaar maakte dat ik dacht van, ik kan eigenlijk wel een module gaan geven van mensenlevens en films feministisch bekeken. Mm-hmm. Dus vanuit dat man-vrouw perspectief. Mm-hmm. Nou, ik ging op een gegeven moment met pensioen en toen vond ik het zo jammer dat ik die filmcursus of die filmmodule niet meer kon geven. Mm-hmm. En toen ben ik naar, een van mijn assistentes bij Existentieel Biografisch Onderzoek,
die zat in de afdeling Utrecht van het Humanistisch Verbond. Okay. En daar had ik nog contact mee, mm-hmm, nadat ik weg was. En toen zei ze, waarom ga je... En ik wilde een cursus geven. Toen zegt ze, nou, waarom ga je die cursus niet voor het Humanistisch Verbond geven? Mm-hmm. Maar er was toen nog geen afdeling. Of liever gezegd, die afdeling die was plat. Daar had je een groepje en daar had je een groepje. Mm-hmm. En er kwam dus een nieuw groepje bij. Yeah. En toen heeft zij... In een blad, of ik weet niet precies hoe ze dat gedaan heeft, heeft ze een oproep gezet van dat Ina Brouwer een cursus ging geven. Mm-hmm. Toen hebben zich 3 mensen gemeld. Ja. En die 3 mensen hier thuis, dus ik heb die cursus hier thuis gegeven. Okay. En dat was hartstikke leuk, dat is van die reader die je daar hebt liggen. Oh ja. Ja. En... Die 3 mensen, één daarvan was Hassan Amouche, dat was een Marokkaanse leraar, mm-hmm, Frans. En die zei toen van, goh, waarom gaan we dit niet in een groter verband doen? Ja, want er waren maar 3 mensen op afgekomen. Nou, we hebben weer contact met Cornelie gehad en, mm-hmm, toen kregen we het voor elkaar dat we dat in die locatie van de Witte Lelie konden gaan doen. Want het was een vriend van haar. Oké. Okay. Ja. Ja. En op die manier dus, toen zijn we dat meer bekend gemaakt en er kwamen, mm-hmm, mensen op af. Mm-hmm. Toen werd Hassan gezien door het Humanistisch Verbond in Amsterdam als de vertegenwoordiger van de afdeling. Mm-hmm. Want Cornelie en Diederik Tazelaar, die dat eerder waren, die wilden zich terugtrekken, die wilden niet meer, die hadden dat al jaren gedaan. Mm-hmm. En toen werd hij eigenlijk gezien als degene die de afdeling overeind hield. Oké. Nou, dat hield hij wel een beetje vol. Zo van, dat kreeg hij af en toe, moest hij de ledenlijst bijwerken en nog iets met financiën. Dat deed hij dan. Mm-hmm. En op een gegeven ogenblik kwam, dan ben ik even de naam kwijt. Hmm. Jij kent haar ook. René? Niet René, nee. Nou, het schiet me zo wel te binnen. We konden hier niet op haar naam komen, maar we bedoelden natuurlijk Karijn Ausems. En die dan had contact opgenomen, ja, met het landelijk bureau. Mm. En het landelijk bureau had haar naar ons toegestuurd. Mm. En zij zei van, goh, ik vind het zo ontzettend leuk om een afdeling van het Humanistisch Verbond die een beetje uit elkaar gespeeld is, of waar eigenlijk geen samenhang meer in zit, mm-hmm, om die weer bij elkaar te brengen. Ja. Vinden jullie goed dat ik dat doe? Okay. Nou ja, wij vonden dat goed. Oh, ja. En toen heeft ze dus een vergadering. Eerst is ze gaan zoeken naar al die groepjes die er waren. Ja. En toen is er een vergadering uitgeschreven. Er kwamen 25 mensen op af. Oh. En toen is er een werkgroep gevormd. En toen is er een bestuur gevormd. Mm-hmm. En nu hebben we dus een bestuur. En allerlei verschillende activiteiten die ook gecoördineerd worden door het bestuur. Het is nu echt helemaal gevormd tot een afdeling van het Humanistisch Verbond. Ja. Ja. Ja, en we hebben dus nu in de filmgroep hebben een vertegenwoordiger van het bestuur, dat is René. Mm-hmm. En dat is heel prettig, want dan is er een rechtstreekse verbinding tussen het bestuur van het geheel en de kleine groepjes die allemaal bezig zijn. Oké. Okay. Ja. En over de filmavonden zelf, kan je misschien vertellen wat voor films jij... Nou, je vroeg nog naar het archetype, hè? Oh ja, Jung en het Jung, ja, precies. Behalve dat ik was natuurlijk met film bezig. Mm-hmm. En een van de redenen dat ik ook met film bezig is dat ik een zoon heb die cameraman is. Oké, ja. Ja, en zijn vriendin, of later vrouw, is regisseur. Mm-hmm. Dus... Vanuit dat perspectief hoorde ik ook allerlei dingen en vond ik het ook leuk om, mm-hmm, daarmee bezig te zijn. Okay. Dus dat speelde. En wat ook speelde is dat Tjeu van den Berg, mm-hmm, dat hij filmavond hield. Mm-hmm. De Katholieke Filmacademie heb je. Okay. En die gaven in Utrecht, draaiden ze een film met discussie daarna. Mm-hmm. En dat alles bij elkaar, dat maakte ik mee. Ik vond de manier waarop hij zijn films
de discussie leiden, vond ik leuk. Mm-hmm. En toen zag ik dat hij een boekje had geschreven, het filmgesprek. En daar kwam Jong in voor. Ja. Dus toen paste alles weer in elkaar. Het viel allemaal samen. Het viel allemaal samen, ja. Ah, oké. Okay. Dus ja. Ja. Ja, en hoe heet het? Tjeu van den Berg, die is voorzitter van de jongvereniging geweest. Hij is nog steeds actief, maar geen voorzitter meer. Mm-hmm. Ja, hij doet ontzettend leuke dingen. Hij schrijft goed, hij heeft mooie analyses, mooie keuzes van films. Hij schrijft in een veel breder perspectief over hoe mensen zich kunnen ontwikkelen en hoe de film daar ook een bijdrage aan kan leveren. Ja. Ja. En de theorie van Jung is voor jou daarin inspirerend? Voor de ontwikkeling? En... Ja. Ja. Ja, je hebt hier een boek staan dat heet Jung en film. Oké. Okay. Ja. En kijk, je kan op een film, naar een film kijken op een heleboel verschillende manieren. Mm-hmm. En als je van het perspectief van Jung kijkt, dan gebruik je dus de begrippen die Jung gebruikt. Mm-hmm. En dat is anima, animus, archetype, collectief onbewuste, zelf. Je hebt zo'n hele serie begrippen die hij goed heeft uitgewerkt. Mm-hmm. En dan, dan ga je vanuit die bril kijken van bijvoorbeeld wie is archetype de held of... de laatste film die jij pas gedraaid hebt. Die baseballspeler. Ja. Dus dan kijk je naar zo iemand van, wat voor trekken heeft deze persoon? Mm-hmm. En voldoet hij aan het archetype van held? En wat zegt dat dan? Mm-hmm. En dan kun je, volgens de theorie van Tjeu kun je allerlei literatuur erbij halen. Mm-hmm. Van waarin bijvoorbeeld in een sprookje een held is en... Hoe verloopt dan het proces van dat heldendom? Mm-hmm. wat maakt een held door om een held te worden? Wat is tot nu toe je favoriete film die jij hebt gepresenteerd tijdens zo'n filmavond? Ja, er waren verschillende films. Een van de leukste films vond ik zelf ook As It Is in Heaven. Mm-hmm. En... Die ken ik niet zo goed. Nee. Kan je een beetje kort uitleggen waar het over gaat? Het is een film van een Japanse regisseur, die Edo Hirokazu. Mm-hmm. Kleine correctie, we hebben het hier over de film Afterlife van Kore Eda Hirokazu. En het gaat erover dat... De film begint dat er mensen vanuit een mist in een ruimte komen. Een beetje zo'n pools-oud gebouw, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En zo'n hele grote, lelijke fabriek. Mm-hmm. En die melden zich dan aan een loket. En dat zijn de mensen die die week overleden zijn. Oh, ja. Oké. Okay. En die komen dan in een wachtkamer terecht. En ze worden eerst genoteerd, komen ze in een wachtkamer terecht. En daarna krijgen ze een soort begeleider toegewezen. Mm-hmm. En dan gaat hij aan de slag, die begeleider. Mm-hmm. En die gaat dan samen met de overledene na. Mm-hmm. Wat was er nou belangrijk in je leven? Oh. En dan hoor je allerlei verhalen natuurlijk. Mm-hmm. En dan zoeken ze naar een moment... Wat zo belangrijk was, dat een sleutelmoment was in iemands leven. Mm-hmm. En als ze dat moment gevonden hebben, dan gaan ze via film, ook weer grappig, mm-hmm. gaan ze dat helemaal in scène zetten, samen mm-hmm. met degene dus die dat aandraagt. Mm-hmm. En dan op zaterdag, dan gaat diegene dus, die gaat dan kijken naar die film die gemaakt is over dat fragment in zijn leven. Yeah. En dan, als hij dan het gevoel heeft dat hij hetzelfde beleeft, dan vloekt hij naar de hemel. Oh, oké. Ja, dan zie je hem alleen maar van zijn stoel verdwijnen. Ja. Maar dat vond ik zo'n interessante film. Mm. Want dat heeft te maken met sowieso het onderwerp, vind ik belangrijk. Ik vind het belangrijk dat er weer een film gemaakt wordt van iemands leven. Maar het punt van die herkenning
En waar mensen geraakt worden en dat iets met je doet. Mm-hmm. Dat vind ik dus ook heel belangrijk. Mm-hmm. Ja, die sleutelmomenten. Ja. Is ook een, is nog steeds wel onderdeel van hoe jij begeleidt tijdens de filmavond. Ja. 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 Dat komt omdat ik destijds een eindscriptie heb geschreven voor de universiteit. Mm. En daar heb ik veel gebruik gemaakt van Ien Dienske. Ik had het boek erbij moeten pakken. En Ien Dienske heeft het over eenheidsherstellende ervaringen. En dat vind ik heel interessant, die eenheidsherstellende ervaringen. He, dat kunnen momenten zijn, flitsen, mm-hmm. dat je iets herkent. Of het kan een moment van transcendentie zijn. Of het is vaak een moment, of het kan een moment zijn, mm-hmm. dat er iets met je gebeurt, waardoor je een inzicht krijgt. Ja, juist. Ja, ja, ik herken wel zulke momenten. Dat je het gevoel hebt van, nu valt alles samen. Of dit is waar ik het allemaal voor doe of zo. Ik vind het vaag om te verwoorden, maar ik heb het soms wel eens. Ja. En dat is dan een soort van transcendentie of, of in ieder geval verbinding, samenhang voelen in je leven. Ja. Ja. En dat is dan volgens die theorie eenheidsherstellend. Ja, je kan het ook weer op twee manieren beleven. Want het kan zodanig eenheidsherstellend zijn dat het een toekomst afsluit. Okay. He, en het kan juist een eenheidsherstellend moment zijn waarbij je een ander pad op gaat. Mm. Of waar je een ander inzicht krijgt of moed krijgt om iets op een andere manier door te zetten. Dus het kan eigenlijk naar beide kanten omslaan. Mm-hmm. Maar ja, het is heel interessant. Ja. Ja. Heb jij wel eens zo'n moment beleefd in je leven? Ja, dat vraag ik me wat. Dus dat weet ik eigenlijk niet. Het is best wel een grote vraag. Ja. Ja, in het moment dan voel je het heel erg, maar misschien daarna vervliegt het weer of zo. Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel, maar ik kan ze gewoon niet noemen. Mm. Nou, ik heb wel eens natuurlijk momenten waarbij je dus heel erg één voelt met alles wat er om je heen is. Mm. En dat je opgenomen voelt in het geheel. En dat een gevoel van vrede en van rust geeft. Mm-hmm. En natuurlijk ook als momenten dat er ergens een keuze gegeven wordt, zou ik bijna zeggen. Dus je maakt dan niet verstandelijk een keuze, maar er gebeurt iets in je waardoor je kiest op een bepaalde manier door te gaan. Hmm. Ja, maar of ik heb niet zo gauw zo'n moment paraat. Hmm. Oké. Even kijken wat ik. Maar weet jij dan zelf nog wel de situaties waarin dat gebeurde? Even denken. Ik denk wel toen ik begon met deze opleiding. Nee, wacht even. De meest recente is bijvoorbeeld wanneer ik in Amsterdam ben. Ja. Want het gevoel wat ik daar krijg is alsof ik thuis kom. Terwijl ik ben niet in Amsterdam opgegroeid. Wel heb ik mijn studie daar gedaan. En ik heb zeg maar psychologie daar gestudeerd. En dat vond ik altijd, ik vond dat een hele mooie periode. Ja. En toen, na mijn opleiding, ging ik naar Utrecht voor de humanistiek opleiding. En er ontbrak iets in mijn leven of zo. Ja. En nu ik er zo over praat, klinkt het echt heel gek. Alsof je, alsof een bepaalde plek je echt zo'n gevoel kan geven. Maar toch, als ik in Amsterdam ben, denk ik van, hey, hier moet ik zijn. Ja. En ik heb daar weer mijn stage gevonden. En ik dacht, alles valt nu gewoon op zijn plek. Ja. En dit is het gewoon. Ja, grappig is dat, hè? Ja. 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 Dus, nou, dat herken ik wel. Want bijvoorbeeld,
toen ik begon met het existentieel biografisch onderzoek, mm-hmm. Toen hoorde ik ervan, toen dacht ik, wauw, dit is het. Ja. Ja. En ik had, ik heb eerst de MOA en B gestudeerd en daarmee werkte ik op het Humanistisch Opleidingsinstituut. MOB, pedagogiek. Oké. MOA en B, pedagogiek. Mm-hmm. En toen werkte ik daarmee op het Humanistisch Opleidingsinstituut. En toen werd het opleidingsinstituut ging op in de Universiteit voor Humanistiek. Dus ik had geen universitair diploma. Mm-hmm. En toen ben ik dus naar de Universiteit Utrecht toegegaan. Mm-hmm. Terwijl de andere docenten die dat niet hadden, die gingen allemaal in de leer bij Harry Kunneman en bij anderen. Ja. Maar ik dus niet eigenwijs. Want ik dacht, ja, ik zit wel zoveel tussen humanisten. Ik wil eigenlijk gewoon aan de universiteit wil ik mijn diploma halen. En wat heb je daar gedaan? Pedagogiek. Oh ja, pedagogiek. Wijsgerig historische pedagogiek toen. Oh, ja. Oké. Maar toen kwam ik daar in Dienstke tegen, waar ik het over had. Ja. En die gaf een vak existentieel biografisch onderzoek. Mm-hmm. Dat zo heet haar vak. Mm-hmm. Met in literatuur. In literatuur ging ze zoeken mm-hmm. van, hoe zet iemand zich neer? Hoe ontwikkelt iemand zich? Zijn er momenten van eenheidsherstel te herkennen in de literatuur? Mm-hmm. En ik vond het een ontzettend leuk vak. Maar zij was helemaal aan het eind van de Latijn. Ze mocht niet verder. Het was het laatste keer dat ze dat vak gaf. Okay. En ik denk, wauw. Ik heb echt een kooltje uit het vuur daar gehaald wat aan het doven was. Yeah. En dat heb ik meegenomen naar de universiteit. Okay. En ik denk, wauw, dat is het gewoon. Hè? Dat was zo'n gevoel wat ik erbij had van, ja, dit moet het worden. Yeah. En dus in plaats van dat alleen in literatuur te doen, mm-hmm. Dacht ik van, nou, kan het ook meer toespitsen op het humanistisch geestelijk werk. En het gewoon met heel veel andere oefeningen ook een vorm geven. Ja, oké. Dus niet alleen via literatuuronderzoek. Ja, precies. Je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld liedjes of zo, toch? Ja, ook. Die je ook kunt analyseren. Ja. Maar een film is natuurlijk echt een verhaal en er speelt natuurlijk van alles in. Ja. Ja. Dus dat, toen had ik ook zo'n ervaring van, wauw. Dit is het. Dit is het, ja. Ja. Dit moet het gewoon zijn. Ja. Ja. En dat heb je een aantal jaar gegeven op de universiteit. Ja. En nu doe je een soort gelijk ook wel bij het Humanistisch Verbond. Ja, dat is toch weer anders. Ja. Hoe heet het? We hebben nu de schrijfgroep woorden geven aan datgene wat in je leeft. Ja. En heb ik wel geprobeerd om dat nog ietsje, om iets van dat existentieel biografische erin te krijgen. Maar dat werkt daar anders. Ja. Hè? Dus daar zijn we veel meer bezig met het opschrijven van teksten. Mm-hmm. En van herinneringen of van dingen die je meemaakt. Dus mm-hmm. daar leer je ook van. Mm-hmm. Maar, en het is ook leuk binnen het Humanistisch Verbond dat de mensen daarmee bezig zijn. Dat ze niet alleen maar bezig zijn met discussie over meningen en opinies en oordelen. Mm-hmm. Maar iets van zichzelf vertellen. Dus dat gebeurt daar wel. Mm-hmm. Maar het is geen existentieel biografisch onderzoek. Nee, dat gaat wel iets verder natuurlijk. Ja. Ja. En ik heb nog wel geprobeerd om dat thuis te geven. Hè? En toen kwam er één iemand op af. Het was maar heel weinig eigenlijk. Mm. En toen heb ik gemerkt dat je eigenlijk met een groep moet werken als je dit doet. Hè? Want als je het met twee doet, dat kan wel. Mm-hmm. Maar het is toch veel leuker als je mensen erbij hebt die allemaal verschillende invalshoeken hebben. Mm-hmm. En die dan op die manier veel meer perspectief kunnen bieden waaruit je zelf kiest. Mm-hmm. Dan wanneer je met één persoon werkt. Ja. En ik werkte met mensen van de UvA. Mm-hmm. En ja, die hadden natuurlijk allerlei andere vakken en allerlei andere invalshoeken en een specifieke interesse. Mm-hmm. Ja, en degene dus die hier kwam en daarop afkwam, die had dat helemaal niet. Oh, okay. Dus toen dacht ik, nou, daar moet ik toch mee uitkijken. Dat vond ik niet voor herhaling vatbaar. In de zin dat het niet werkte? Of wat?
Ja, het werkt wel een beetje. Okay. Maar het sprankelde niet. Hmm. Want je moet eigenlijk ook... Kijk, als je in een onderwijssetting werkt... Mm-hmm. Dan kan je ook mensen verplichten om iets te doen. Hmm. Dus een dagboekje bijhouden, reflectieverslag schrijven... Ja. Iedere keer je oefeningen maken. Ja, en als iemand gewoon een beetje... hierheen komt en die heeft dat keer niet gedaan. Ja, wat doe je dan? Ja, dat is lastig dan. Hè? Ja. Hè? Ja. Ja. Mm-hmm. Dus je hebt echt een groepje nodig. Het hoeft niet per se een onderwijsgroep te zijn. Maar je hebt wel een groep nodig die echt betrokken is. En er zijn bijvoorbeeld studenten geweest die het in een verzorgingshuis zo'n cursus hebben opgezet. Ja? Ja. Met de bewoners? Met de bewoners, oké. Okay. Ja. Maar dan deden ze het zonder reflectieverslag natuurlijk. Mm. En ook hoefde niet iedereen altijd allerlei oefeningen thuis door te werken of literatuur te lezen. Maar ze maakten daar een eigen mix van. Okay. En dat is toch heel leuk geweest. Ik heb regelmatig nog, hoorde ik van allerlei studenten of afgestudeerden, dat ze ofwel één oefening gebruiken of dat ze soms een soort cursus geven. Mm-hmm. Weer op een eigen manier. Want je kan het is net elastiek, je kan er van alles mee doen. Ja, precies. Ja? Je kan zo creatief worden als je wilt. Ja. Ja. Dat is ook wel voor nodig, denk ik. Ja, je kan allerlei andere oefeningen inlassen. Je kan met schilderingen werken. Ja. Met film kan je werken. Ja. Met gewone literatuur. Van alles. Ja. En jij bent ook geïnteresseerd, want het is ook een dialoog. Ja. Dus je hebt net verteld waarom je op de UvH kwam, dat er iets ontbrak in je leven. En heb je nu het gevoel dat je dat wel gevonden hebt? Of, Ja, ik. Bij psychologie ben je heel erg bezig met gedrag, maar ook onderbewuste en ook een klein stukje waarde. Ja. Alleen dat stukje waarde was heel erg weinig voor mijn gevoel. Ja. Ik had altijd het gevoel van als ik wil werken, dan moet het echt vanuit mijn waarde zijn. En niet omdat het gewoon moet van het werk. Nee. Ja. En ja, dat kon ik bij humanistiek veel meer ontdekken. Ja. Ja. En ik ontdekte toen pas eigenlijk dat het humanisme echt heel erg bij mij paste. Ja. 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 En daarvoor dacht ik niet eens zoveel na over levensbeschouwing. Nee. Ja. Nee, dan leef je gewoon. Maar ben je van oorsprong katholiek of christelijk opgevoed? Nee, mijn moeder is moslim. Ja. En mijn vader die is meer met de politiek bezig. Ja, zo gaat dat. Ja. 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 Dus dat maar heb je ik moeder is gelovig? Ja, maar niet heel streng hoor. Gewoon voor zichzelf, heel persoonlijk. Ja. En dat komt ook wel weer terug in het humanisme. Dat iedereen het op zijn eigen manier beleeft. Zeker, dat je iedereen in zijn waarde moet laten. Ja. Dan betekent dat jij ook aan het zoeken bent, omdat je moeder dan moslim is. Ja. En je herkent je in het humanisme. Is daar een groot verschil dan tussen wat in het moslim geloof plaatsvindt? En tussen het humanisme, dus ideeën en waarden van het humanisme? Ik denk dat ik niet genoeg weet over de islam om het te kunnen vergelijken. Ja. Maar ik wist wel altijd van, ik kan niet één dogma volgen, zeg maar. Ik kan niet één boek lezen en dat dan voor waarheid aannemen. Nee. Plus, ik dacht ook, en ik geloof erin, dat meerdere waarheden naast elkaar kunnen bestaan. Ja. Net zoals in een dialooggesprek over een film. Iedereen heeft zo zijn eigen perspectief en wat ze erin hebben gezien. Ja. Dus vandaar dat ik voor nu ook echt wel denk van humanisme, dat is echt, dat past echt bij mij. Ja. En hoe is dat voor jou? Nog even aan jou. Praat je erover met je moeder of niet? Niet,
niet echt. Misschien tussen neus en lippen door. Nou, ja. Vindt ze het erg dat je niet geen moslima bent? Dat heeft ze wel eens erg gevonden, ja. Ja. Maar toen heb ik wel een streep getrokken. Ja. Want dit is hoe ik ben. En ja. Daar ga je niets over... Ja, je kan daar niet invloed op hebben. Nee. Alleen ik heb daar invloed op. Ja. 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 Dus het heeft geen moeilijkheden tussen jullie opgeleverd? Dat je niet meer wilt spreken of iets dergelijks? Nee, gelukkig niet. Nee. Ze is wel open-minded wat dat betreft. Ja. Zij staat er ook wel echt zo in van... Jij doet het op jouw manier. En ook binnen de islam zijn er verschillende manieren van... Ja, dat is zo. ...praktiseren. Ja. Ja. Ja, dat heb je overal natuurlijk. Dogmatici en mensen die het gewoon hun geloof beleven en daarna willen leven, maar ook niet echt sectarisch en dogmatisch worden. Mm-hmm. Ja. Precies. Ja. Ja. En misschien haalt het wel dat gevoel van samenhorigheid, samen geloven in één ding. Ja. Dat haalt het wel onderuit. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel, waarden kunnen wel universeel zijn, zeg maar. Ja, ook. Ja. 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 He, dus boven al die verschillende geloven. Ja. Ja, zou je kunnen denken dat er een krachtenveld is. Mm-hmm. Wat de een op de ene manier vertaalt en de ander op de andere manier. Mm-hmm. Ik heb een schoonzoon. En die komt toch al sinds Sri Lanka. Ja. En daar zijn ze ook moslim. Mm-hmm. En dan legt hij altijd uit van... Waarom denk je nou dat Eskimo's geen moslim zijn? Ja, oké. Okay. Ja, die geloven gewoon in andere dingen. En zo is het natuurlijk ook. Je wordt in een bepaald land geboren, in een bepaalde cultuur. Ja. En met de waarden en normen die zich daar hebben ontwikkeld. En er wordt een bepaald geloof... Komt daarin uit naar voren. Ja. Al dan niet. En dan, dan krijg je gewoon al die verschillen. Ja, dat is zo. Ja. En als je dan in de Bijbel gaat lezen of in de Koran. En je gaat je vasthouden aan bepaalde teksten. Ja, dan worden die verschillen alleen maar groter. Mm-hmm. Maar in principe denk ik. Dat het. Dat de ontwikkeling van het geloof. Ergens in. Op zich op verschillende wijze heeft voltrokken. Ja. En ben jij van huis uit gelovig of? Ingewikkeld, ja. Oké. Okay. En mijn vader was dus op Urk geboren. Nou, Urk staat bekend om zijn geloof natuurlijk. Heel gelovig. Maar hij is vertrokken op zijn 18e. Mm-hmm. Dus, en hij wilde niet, hij wilde zich nergens meer aansluiten. Mm-hmm. Niet bij de kerk, ook niet bij het Humanistisch Verbond, niet. Mm-hmm. Hij zag dat niet zitten. En mijn moeder die kwam uit een gereformeerd gezin. Mm-hmm. Maar die was eerder anti-gelovig dan gelovig. Maar we moesten wel allemaal naar de christelijke school. Okay. Dus we hebben het wel meegekregen. Ja. Ja. En daar krijg je ook geloofslessen en zo. Ja. Ja. Bidden naar de kerk. We kregen allemaal vriendjes en vriendinnetjes die naar de kerk gingen. Gingen we mee naar de kerk. Nou ja. Mm-hmm. Dus dan groei je daar toch in op. Ja. Ja. En voor jezelf, wat zijn jouw... Hoe zou jij je levensbeschouwing omschrijven? Zoals het nu is. Ik heb een poos in de bevoegdheidscommissie gezeten van het Humanistisch Verbond. Om te kijken of de raadslieden die zich melden, of die ook gecertificeerd konden worden, zeg maar. Mm-hmm. Dus of ze toegelaten konden worden tot het raadslid, als raadslid. En toen hebben we met elkaar een soort bandbreedte van humanisme ontwikkeld. Mm-hmm. En eigenlijk voel ik me in al die verschillende bandbreedtes wel thuis. Mm-hmm. Dus zowel in het atheïsme, mm-hmm. maar niet dat hele dogmatische atheïsme. Mm-hmm. Voel me net iets meer thuis in het spiritueel humanisme, zal ik het maar noemen. Mm-hmm. Of transcendentaal humanisme, zo zou ik het misschien het liefste noemen. Yeah. Ja. Hè, dus waarbij je wel vanuit gaat dat er andere dimensies zijn
die niet zo direct te benoemen zijn. Mm-hmm. Maar waarvan ik denk, ja, er is zoveel in de wereld wat je niet direct mm-hmm. kan waarnemen, kan ja. meten, kan tellen. Ja. Zoveel verwondering is er. Mm-hmm. Dus daar voel ik me het meest bij thuis. Oké. Ja, dus ja. wel de erkenning dat het transcendente er kan zijn. Ja, ja. Dat denk ik wel, ja. Ja. Ja, vind ik ook belangrijk. En ik merk dus bij atheïstisch ingestelde humanisten mm-hmm. dat ze veel cognitiever zijn. Mm-hmm. Dus, en dat ze daar ook heel veel belang aan hechten. Nou, dat vind ik ook belangrijk natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat ze een soort geslotenheid hebben mm-hmm. voor die andere dimensies. Of in ieder geval die niet willen benoemen of niet ervaren, weet ja. ik niet. Mm-hmm. En verder zijn het prima mensen met hele goede ideeën. Ja. 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 Dus we hebben wel op het Humanistisch Opleidingsinstituut en de UVH mensen gehad die zeiden van, konden we maar lid worden van de universiteit. Oh, omdat ja. daar juist die dimensies heel erg wel besproken worden. Althans, in het verleden was dat zo. Die verschillende het vormen. Geestelijk werk, het geestelijk aspect mm-hmm. van het humanisme, zeg maar. Mm-hmm. Terwijl het landelijk bureau altijd meer op die sociaal-politieke maatschappelijke dimensie zit. Mm-hmm. En wat minder op de dimensie van het geestelijk werk. Ja. Ja. En jij bent ook wel meer van het geestelijke. Ja, ja. Zeker. Ja. Ja. Dus... En dat is eigenlijk ook de reden dat we nu met die film kiezen voor deze manieren. Mm-hmm. En dus niet alleen maar een discussie willen waarbij we de film bekritiseren en beoordelen. Mm-hmm. Maar juist dat we bezig zijn met dat existentiële leren van, goh, wat raakt je in de film? Ja, wat voor levensthema's zie je erin? Hoe levensbeschouwing spreekt je aan, spreekt je niet aan? Mm-hmm. Dus waarbij je juist zelf betrokken bent. Ja, dat het echt op je... dat het gaat over je levensverhaal. Ja, dat je jezelf meeneemt in datgene wat je doet en denkt. Mm-hmm. En niet alleen maar een oordeel hebt. Of een kritische mening of een opinie. Zonder dat het iets met jezelf te maken heeft. Met je... Mm-hmm. eigen wortels te maken heeft. Ja, want ik heb wel een paar keer met jou ook meegelopen, zeg maar. Meegekeken hoe je dat doet. En wat vind jij... hoe zorg je ervoor dat alle perspectieven op tafel kunnen komen, zeg maar? Ik vind het best wel moeilijk. Moeilijk, want je hebt inderdaad een half uur. Nee. En daarom maak ik eigenlijk eerst een rondje van waarbij ik probeer de discussie nog niet te laten losbranden. Mm-hmm. Want dan krijg je een discussie. Mm-hmm. En dus ik probeer eerst iedereen de ruimte te geven om eens een zegje te doen van wat heeft je geraakt. Mm-hmm. En dan probeer ik in te gaan op datgene. Vaak zit er dan iemand tussen die begint te vertellen over zichzelf. Mm-hmm. Die zegt dan, ik heb dit meegemaakt, ik heb dat meegemaakt. En dat is dan vaak een goed moment om de anderen erbij te betrekken. Van, hoe is het bij jou? En herken je dat? En hoe zag je dat dan in de film? Dus ook weer terug. Dus niet alleen maar mensen uitpeuteren. Mm-hmm. Zodat ze alles van zichzelf op tafel leggen. Mm. Dat is niet de bedoeling. Mm-hmm. Maar doordat je steeds tussen het filmbeeld naar de persoon kijkt en naar het filmbeeld kijkt, blijft er ook ruimte voor afstand. En wordt het niet al te persoonlijk, terwijl het toch invloed heeft op de persoon. Ja. Ja, althans, dat is de bedoeling. Het klinkt alsof je dan constant wel verbindingen wilt leggen tussen je eigen levensverhaal, maar ook het verhaal in de film en misschien ook tussen andere deelnemers? Dat kan. Mm-hmm. Ja. Als iemand iets vertelt en een ander herkent zich erin of die sluit erop aan. Mm-hmm. Of
ja, dan kan dat ook belangrijk zijn om dat mee te nemen. Ja. Ja. Oké. Okay. Nog even terug. Maar nog even over die filmmodule. Ja. Je kan een film op heel verschillende manieren bekijken, hè? Want je kan heel technisch kijken. Mm-hmm. En het technische is al, vertelt op zich al een verhaal. Want dan kijk je van hoe lang wordt iemand opgenomen. Op welke manier is de stand van de camera. Hoe is de belichting? Wordt iets fel belicht of juist niet? Ja, de duur van het shot. Of iemand dichtbij gehaald wordt of juist in een omgeving wordt neergezet. Ja. Het zijn allemaal, dus alleen al door op die technische dingen te letten, wat voor kleuren worden er gebruikt, mm-hmm. Vertelt de film al een verhaal. Mm-hmm. Maar verder is de film een constructie. Hè? Het wordt helemaal uitgeschreven, van tevoren helemaal doordacht. Mm-hmm. En ja, dus daar kan je natuurlijk op letten van hoe is het geconstrueerd. Ja. En klopt het of klopt het niet. Dat is de technische kant? De hele technische kant, ja. Nou, zo kan je naar de film kijken. Ik heb wel eens gedaan aan de hand van de begrippen van Jung dus. Maar ook wel eens aan de hand van de begrippen van Freud. Mm-hmm. En bijvoorbeeld het thema voyeurisme. Oké. Ja. Ja. En dan zie je heel vaak in de film dat iemand door een keertje kijkt. Of staat te loeren. Of, ja. Nou ja, hè, dus dan ga je meer op dat soort dingen letten, of een fetish, dat iemand ze voortdurend met zijn knuffel rondloopt, zou ik maar zeggen, of een ander fetish heeft, waar die dan zijn gevoelens op projecteert. Dat zou ik nou, die benadering vind ik zelf een beetje lastiger, omdat je gaat eigenlijk een soort therapeutische analyse geven over een filmpersoon, maar die persoon die leeft niet. Nee. Ja, dus je kan wel wat dingetjes eruit halen waarvan je denkt van, oh, nou, hier zie ik dus duidelijk iemand die een voyeur is. Of, of iemand die een moederbinding heeft. Of die iemand die zijn gevoelens niet durft te uiten en dat op een voorwerp projecteert. Mm-hmm. Maar vond ik toch iets minder veelzeggend. Ja. Ook al omdat je dan toch weer zelf... Je kan het ook wel op jezelf betrekken natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat vond ik lastiger. Dus dan moet je misschien toch meer therapeutische kwaliteiten voor hebben om dat te doen. Ja. Ja. En bij Jung is het zo dat... daar heb je dan een begrippenkader wat breder is. Dus wat je kan bijvoorbeeld met symbolen werken... En een bepaalde symboliek in een film kun je terugzien. Mm-hmm. Is bijvoorbeeld een film die heet Vesten. Ik weet niet of je die film kent. Nee, waar gaat het over? Mooie film. Het gaat over een familiediner. Waarin een man... een mannelijk deel van een tweeling. Die wil tijdens het diner duidelijk maken dat de vader incest heeft gepleegd. Oké. Okay. En zijn zus is ook, die heeft zelfmoord gepleegd. Mm. En dan zie je die familiebijeenkomst. En die man die begint iedere keer dat te zeggen. En dan wordt hij weggestuurd door de familie, want die wil dat niet horen. Mm-hmm. En dan wordt die vader, die wordt weer geëerd dat hij zoveel jaar getrouwd is. En dat hij zijn fabriek zo goed heeft georganiseerd. Mm-hmm. Maar dan komt hij steeds weer terug, die ander. Mm-hmm. En dan begint hij weer met zijn verhaal. Mm-hmm. En dan... op een gegeven ogenblik wordt duidelijk dat het echt zo is. Dat die man die incest heeft gepleegd. Dan wordt het duidelijk voor iedereen. En dan is er één broer die eerst falikant de hele tijd zegt van... Jij verpest hier alles. En, ja. Maar dan draait hij helemaal om en dan vliegt hij die vader aan. Mm-hmm. Dan zegt hij, jij deugt niet, jij schoft, ik wil je nooit meer zien. Mm-hmm. En dan komt die andere dus die dat heeft aangekaart, Christian heet die. Mm-hmm. Die komt dan... die gaat dan naar die vader toe. Die ligt op de grond, want die wordt bijna gemolesteerd door die broer van hem. En dan maakt hij die los. En dan op dat moment zie je dat de zon opkomt en zie je een vogel wegvliegen. En dat is dan zo'n soort symboliek. Hmm. Dat kan je interpreteren als een symboliek. Ja. Van, ik vergeef het je.
Ja, het komt voor mij weer open. Het is voor mij goed. Ik heb het nu gezegd. En het is goed. Mm-hmm. Terwijl die broer die zit nog helemaal zo van. Jij schurk. Jij deugt niet. En, ja. Helemaal boos. Ja. Nou ja. Dus er zijn dan van die momenten in een film, mm-hmm. ook soms heel eenvoudig. Hè? Dus als een stel op bed ligt en je ziet de lamp wiebelen, ja, dan weet je wel wat die lamp betekent. Ja. Ja, dus het kan heel eenvoudig zijn. Ja. Maar je kan het soms ook wat verder weg zoeken. En dan, ja. Dus. Ja, je kan zoveel uit een film halen. Ja. Ja, zeker. Ja. Wat zijn nou favoriete genres? Ja, toch drama. Drama. En soms documentaire. Mm-hmm. Ja. Ja. Want ik heb de documentaire laten zien van bewaren of hoe te leven. Mm-hmm. Nou, het slaat wel direct op mij. Met al je boeken en schrift en zo. Ja. Het is nog niet zo erg dat ik alle postzegelzakjes heb gebruikt. En suikerzakjes en van dat soort dingen. Maar, dus die sprak me aan, het thema van bewaren of hoe te leven. Mm-hmm. En dan heb je mensen die hebben niks. Mm-hmm. Hè, die hebben iets op hun telefoon en die zitten in een kale kamer. Nee. En je hebt mensen die pakken zich helemaal in met al hun herinneringen. Ja. Nou, dat vond ik een interessant thema. Ja. Maar wat zou de symboliek daarachter zijn? Van mensen die graag dingen verzamelen of archiveren. Ja. Ja. Nou, in ieder geval moeilijk kunnen loslaten, denk ik. Herinneringen vasthouden. Ja. Ik weet niet, heb jij er een antwoord op? Ja, ik zat ook zo te denken. Het willen verzamelen, dat is zo duidelijk natuurlijk. Maar misschien ook. Nou, het vormt eigenlijk wel een beetje een deel van je identiteit ook. Ja. Ja. Maar het kan ook, wat ik zat te denken, het kan ook heel erg bevestigend werken. Dat als je het ziet, je weer denkt van, oh ja, dit hoort bij mij. Ja. Dit is een stukje van mij en ik heb het tastbaar voor mijn ogen. Ja. 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 Sommige mensen hebben een lijstje met een soort van motto. Live, love en wat nog. Ja. Dat soort dingen. Ja. En ja, andere mensen hebben weer boeken. Ja. Andere spulletjes. Ja, het zijn ook een soort vrienden van je. Want al deze boeken zal ik echt niet allemaal nog een keer lezen. Nee. Maar het zijn wel een soort vrienden van je. En het geeft je een gevoel van diversiteit of van breedte. Nee. Dat je, ja, als je dat wilt, dat je dan even een boek uit de kast trekt. En dan kun je daar weer iets uit ophalen. Ja, herinneringen. Herinneringen, spreuken. Een theorie, soms zijn het boeken die door anderen geschreven zijn die ik ken. Oh ja. Die zou ik niet gauw wegdoen. Mm-hmm. En soms zijn het boeken die me gewoon interesseren. Mm-hmm. En er staan ook wel boeken bij waarvan ik denk, nou ja, wordt het niet eens tijd dat ik die wegdoe. Mm. Ja. Ja. Maar dan nog. Ja. Kijk, Jan heeft ook zoveel boeken. Maar hij is socioloog en politicoloog. Mm. Hij schrijft pas een boek over democratie geschreven. En dat is altijd in verandering. Hè? Dus dat is heel snel verouderd. Mm-hmm. Dus als hij een oud boek heeft, dan kan hij sneller wegdoen dan ik. Ja. Want bij mij gaan de boeken over dingen die blijven. Precies, ja. Mensenkennis en filosofie. Dat blijft altijd relevant. Ja, ja. En soms veroudert het wel natuurlijk. Ja. Maar in principe minder snel dan dat bij Jan het geval is. Ja. Ja. Het is misschien ook wel typerend voor de opleiding, maar ook het werk.
dat het misschien in de vertraging blijft. Of zeg ik nou iets heel raars? Ja. Weet je, geestelijk werk is heel erg in de vertraging kijken wat er allemaal gaande is. Ja. En ik bedoel, als een boek heel snel zou verouderen, dan zouden mensen eigenlijk ook zo in elkaar moeten zitten. Ja. Maar, ja, dat is... Ja, maar er is toch nog iets. Want bijvoorbeeld, ik heb hier dan heel veel boeken over en van Jung staan. En dan krijg je ook zoiets van, oh, als je dan een boek over Jung ziet liggen, dan denk je, oh ja, ja, heb ik nog niet. Nee, ik ook mee. Ja. He, dus het is dan ook iets van steeds weer herkennen als je in een boekwinkel bent bijvoorbeeld. Ja. En er komt een nieuwe uitgave uit van Jung, denk je, nou. Toch maar doen. Ja, en op die manier groeit het ook aan. Ja, ja. Ja. Ja, je blijft toch je interesses volgen. Ja. Ja. Wat ik trouwens ook nog wel belangrijk vind bij Jung is dus dat onderbewuste. Mm-hmm. En je hebt dus het persoonlijk onbewuste en je hebt het collectief onbewuste. Ja. En het bewuste natuurlijk. Mm-hmm. En dat het bewuste eigenlijk altijd een tegenhanger heeft in het onbewuste. Mm-hmm. En dus dat er, als je iets niet toelaat dat je bewustzijn of nog niet hebt toegelaten of gewoon niet weet. Mm-hmm. Dat er dan in het onbewuste een soort tegenkracht aan het werk kan gaan. Om je duidelijk te maken dat het dat er meer facetten aan een bepaalde gebeurtenis of zaak zitten. Mm. Dat je zelf beseft. Heb je daar een voorbeeld van? Nou, het dromen natuurlijk. Ja, ja. Hè? Dus dan heel dromen zijn dan brieven uit het onbewuste, zeg maar. Ja. En dat hoeft niet, maar dat kan je wel iets vertellen over wat er nog meer speelt. Ja. Wat je nog niet, wat je nog niet beseft. Mm-hmm. Ja, ja, want dan tijdens het slapen dan komen al die symboliek. Je denkt misschien mijn droom is heel onsamenhangend en zegt niks. Maar eigenlijk zit er allemaal symbolen in. Ja, ja, ja. Ja, ik heb laatst een lezing gevolgd van via de Jongvereniging van Barbara Raukema. Die is daar voorzitter en die houdt zich heel erg met dromen bezig. Mm-hmm. En die vertelde dat eigenlijk ook een ontwikkelingsproces gaande is in je dromen. Mm-hmm. Want ze zegt, je kan eigenlijk al vormen van een mandala. En dat is een symbool voor het zelf, hè, voor zelfwording. Mm-hmm. Voor rijping, voor volwassenwording, zeg maar, voor meer menswording, zou ik als humanist zeggen. Mm-hmm. Kan je eigenlijk al, kan je soms al stukjes van die mandala of symbolen daarvan, mm-hmm. kan je in je droom herkennen. Okay. En dan wordt het, als dat proces groeit, dan groeit het uit tot meer heldere symboliek, die je dan op een gegeven ogenblik gaat begrijpen van, ik ben nu op een bepaald spoor gekomen van hoe ik dingen zie of hoe ik ze begrijp of, mm-hmm. of dat ik iets achter me kan laten. Dat vond ik heel interessant dat het ook in je dromen een proces kan zijn van ontwikkeling. Ja, ja, ja. Dat zie ik ook wel heel erg. En ik geloof daar ook wel in. Want het wordt nu misschien een beetje weggezet als pseudowetenschap. Ja. Maar eigenlijk zit het in heel veel culturen ook. Ja. Dat de dromen heel belangrijk zijn. Ja. Dat je een stukje verwerkt. Ja, zeker. Ja. 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 En dus ook weer bezig bent met ontwikkeling. Ja. Zelfs als je slaapt. Zelfs als je slaapt. Juist misschien wel als je slaapt. Ja. Ja. Ja, interessant. Ja. Ja. Misschien is het wel leuk om af te sluiten met wat jij de luisteraars mee zou willen geven in hun ontwikkeling. Een soort van goed advies of boodschap of motto. Ja, nou, als je naar een film kijkt en let dan op wat je raakt en ga in gesprek met het filmbeeld om, ga eerst bij jezelf te raden en ga daarna in gesprek met het filmbeeld om eens te kijken wat dat is. Wat,
wat er in je opgeroepen wordt door datgene wat je ziet. En, ja, en probeer dat dan verder te aanschouwen en te doordenken. Ja. En te bespreken met de anderen. Ja. Ja, want, kan ik nog? Ja, ja. Ja, want bijvoorbeeld in existentieel biografisch onderzoek begin je met een vraag. Mm-hmm. En dat, die vraag die is belangrijk, want die parkeer je. Dat is een vraag waar je meestal nooit geen antwoord op krijgt. Mm-hmm. Maar een soort richtsnoer. En, maar het is wel zo, als zo'n vraag geactualiseerd is, dan kom je hem tegen. He, dus dan lees je opeens een artikel in de krant, of je hoort opeens iets op de radio, of iemand begint erover. Of, he, dat is heel apart. Dus een vorm van synchroniciteit, zeg maar. Ja, ja, dat is ook wat Jung uitlegt, hè? Ja. Maar ook misschien dat die trage vraag geactiveerd wordt. Ja, in je. Die wordt dan geactiveerd en op de een of andere manier is je aandacht er dan bij. Ja. Maar het, je komt het dan ook tegen. Het is heel apart. Mm-hmm. En ja, opeens gaat het leven voor je. En dus vandaar denk ik, ja, kijk naar een film. Kijk wat je raakt. Kijk wat voor vragen bij je oproept. Blijf een poos stilstaan bij die vraag. En kijk eens wat er met je gebeurt. Ja. Wat er op je afkomt. En ga erover praten met de anderen. Of ga erover denken of lezen. Dit was het interview met Ina. Mocht je geïnteresseerd zijn in de filmanalyses, blijf onze podcast dan volgen. We zullen er meerdere afleveringen aan toewijden. Mocht je meer informatie willen over de filmavonden, neem dan contact op met het Humanistisch Verbond in Utrecht door een mailtje te sturen naar hvfilmutrecht@gmail.com. Oh, en vergeet niet Sprekenskunst te volgen op alle social media kanalen. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast, waar dialoog centraal staat. Tot de volgende keer en blijf luisteren.